zelf van belang toen we aan deze film begonnen, dat we inderdaad een heel ander perspectief zouden gaan kiezen. Een menselijker perspectief. En Sander Burger heeft dat volgens mij ook heel goed uitgelegd. Het normaliseren ook van, het is niet een normale situatie, maar het terugbrengen tot een gezinscrisis, wat het ook gewoon heel vaak is. En dat vond ik een hele belangrijke reden om aan deze film mee te werken. Ik heb even gezopen. Pak niks warm doen. Dit is nummer 1, rocks met die goede shit. Hey. Wat? Doe die koffer shit uit, man. Oh, wat is gewoon muziek? Hij gaat ervoor boete later, jij ook. Hé, hey, laat die jongen, man. Ik schreef vorig jaar in november 2014 een artikel over Mohamed Bouyeri. Mohamed Bouyeri is de moordenaar van Theo van Gogh. Ook gewoon bekend als Mohamed B. En ik heb zijn traject. Als een radicaliseringstraject heb ik proberen te volgen. Kijken hoe kwam hij uiteindelijk bij dat punt. En omdat hij van mijn leeftijd is, we komen uit dezelfde buurt, we hebben op dezelfde school gezeten. Had ik wel het idee dat ik bepaalde dingen, zonder, weet je, er zijn er over een bekend, maar ik, op basis van mijn ervaring, wat ik weet, waar ik over allemaal heb gelezen, kon ik wel een beetje navoelen, nagaan wat die jongen precies markeerde. En mijn sterke indruk is gewoon dat het een kwestie van identiteit was, een identiteitscrisis. Ik snap het niet meer, man. Mijn eigen familie, man. Ik probeer ze te laten zien wat de weg naar hak is. Wat is alsof een muur tussen ons staat, man? Die jongen, deed op goed op school, de middelbare school. Haalde zijn HAVO-diploma. Maakte onderdeel uit van een groepje jongens die het ook heel goed deden. Die aanzien hadden in de buurt. Dan ben je, ja, weet je, dan ben je het schoolvoorbeeld van een geslaagde Marokkaan. Maar dan komt die volgende levensfase als hij moet gaan studeren. En dat hij niet mee kan komen, dat er allerlei andere problemen gaan meespelen. En waarin het netto resultaat dan een beetje is van, ja, je komt niet mee in de Nederlandse samenleving. De Nederlandse samenleving zit ook niet echt op jou te wachten. Of het echt is of zo, of niet is, dat is in ieder geval wat volgens mij zijn ideeën zijn. En dan treedt er een soort kortsluiting op over, ja, wat betreft je identiteit. Ja, je bent Marokkaan, maar soms kun je je denkt van, was ik maar geen Marokkaan, als je het nieuws volgt. En Nederlanderschap heb je ook niet echt, want je wordt niet als volledig Nederlander beschouwd. Dan is radicaliteit, geef je een soort shortcut, of een zijpad, of een weg biedt het je aan om dat problematische Marokkaanschap en dat Nederlanderschap, frustrerende Nederlanderschap, te ontstijgen en iets te worden waar je wel zelfwaarde en zelfrespect aan kunt ontlenen. En zelfs kunt neerkijken op al die, je hebt het Nederlanderschap en het Marokkaanschap. Waar is mijn paspoort? Andy. Waar is mijn paspoort? Andy, sorry. Hey, waar is mijn paspoort, zeg ik tegen jou? Andy, sorry. Mislaat me niet dat daarvoor. Waar is mijn paspoort? Andy. Waar is mijn paspoort? Andy, sorry. Waar is mijn paspoort, zeg ik?